Nou, als je nou niet warm gedraaid bent voor kerst, dan weet ik het ook niet meer. Ja. A Hero for the World, zo heet het bandje. Onthoud deze naam. Met een kerstmedley. Kun je lekker opzetten thuis bij de kerstkransjes, hè? Ja, ja. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ja, maar daar zijn we hoogst aan toe nu. Om 8:50 hier bij Breda nu Nakpraat. Zometeen Joep hier met Jess. Maar wij moeten nog even wat dingen behandelen tot 9:00. Juist, het proces van de eeuw. Het proces van de eeuw? Ja, de schorsing van Stijn Vreven. Oh, jezus. Daar moeten we even over hebben. Ja. Schorsing, NAC is in beroep gegaan. Ja. Alsnog, hè, want we waren er vorige week donderdagavond mee bezig. Hè, want het was de rechtszaak was lopende. Rechtszaak, nou, in ieder geval de zitting was lopende. Er kwam dus uit dat de straf zou worden gehandhaafd. Vervolgens kon NAC daar dus alsnog in beroep gaan bij de commissie van beroep. En dat is dus vrijdagochtend besloten toen dat bekend werd gemaakt. Ja. En dat betekent 2 weken uitstel. En dan gaat nog eens over de kerst heen. Dus, tel er een weekje kerst bij op. Dus hij heeft niet te bellen vanaf de tribune. Dat is dus de reden dat hij er afgelopen Heerenveen bij kon zitten. En Vreven. Zaterdag weer. Dus ik ben benieuwd wat eruit gekomen. Ik denk dat het wel gunstig is, hoor. Want iedereen weet natuurlijk van, dit is allemaal keihot in de media. Hopelijk is dat over 3 weken iets meer gaan liggen. En dan kunnen ze aan alle rust. Dan wordt het allemaal niet zo'n zaak voor de bühne, zeg maar. En misschien zijn ze daar wat toegegeven. Je valt er wel mee. Misschien een wedstrijdje of niks. Voor de buitenwereld gegeven. Ja. En komen we er beter vanaf. Dat over Vreven. Ja. Nakpraat, Grabbelton nieuws. De gemeente die probeert het stadion te verkopen, maar dat lukt niet. Nee. Dat is een beetje jammer, hè? We bieden allemaal veel te weinig. Want er zijn 5-6 kandidaten waren er. En die zaten veel te laag. Zwaar onder de prijs te bieden. En NAC dus ook. Ja. En wat houdt dat in? Ja, ze hebben voor dit verhaal hebben ze het stadion laten taxeren. Met met als doel. Ik wou zeggen met een natte vinger. Ja, met een natte vinger. Ja. En ze hebben daar heel het stadion gebouwd met een natte vinger, volgens mij. Dat, nee, dat terzijde. Nat beton. Daarom is zo weinig waard. Stad op instorten. Nee, met als doel om te verkopen. En er zijn wat regeltjes, bijvoorbeeld de BBV bouwvoorschriften, noem maar op. Als je dat doet, dan moet je dus ook de hele waarde van het stadion gaat omlaag. Dan moet je dus ook de huursom op baseren. Dat zou dus betekenen dat de huursom omlaag zou gaan. Ja, nu al. Ja, op basis van de taxatie. Er wordt een beetje op geanticipeerd al, hebben wij het idee. Ook in de papieren rad staat een hele duidelijke, goede uitleg. Een heel scenario van wat is hier aan vooraf gegaan en wat is nou het plan voor de toekomst. En daar staat heel goed uitgelegd waarom dat wij eigenlijk een heel mooi groot standbeeld voor Alfred Arbouw, de wethouder van NAC-zaken, mogen gaan oprichten. Want als dit zo gaat uitpakken zoals wij denken dat hij van plan wij is... Wij willen zien met Milder Gemaal niet. Dan mogen we toch in de sneeuwbol. Arbouw in de sneeuwbol. Arbouw. Ja. Die is leuk. Ja, die doen we. Ja. Maar dat is wel een ingewikkeld verhaaltje. Dus kun je dan ook weer in de rad vinden. In papieren rad. Aangaande zaterdag te lezen. Koopt hem allen. Nou, hou ik op om niet reclame. Ja. Oh. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ik lees hier dat een Luc Wensink... Wie? Dat Luc Schick. Onthoud die naam. Ja. Zeker, dat zal ik doen. Die is waardevol voor Oranje onder de 15. Zo. Ja. Niet alleen voor Nederland onder 15, want daar heeft hij afgelopen vrijdag... We hebben het over een NAC-speler, hè? NAC-speler, hè? Ja, mag het hopen, ja. Hij zit onder NAC onder 15. Hij heeft ook het Nederlands elftal onder 15. Jeugdelftal is hij gedebuteerd. Een oefenwedstrijd tegen Engeland. En daar viel hij in. En hij maakte daar het winnende doelpunt. Zo. Nou, leuk voor de gast. Gelijk van waar. Ja. Dus ze zullen hem niet snel vergeten. Luc Wensink, onthoud die naam. Nou. Misschien over 3 jaar lopen Kees. Wensink. Luc. Wensink. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Willem II NAC heeft 6 daders na Willem II NAC opgepakt. Ja. Moet ik even goed zeggen. Hè? 6, zijn er van die fakkelvrienden. Ja, zijn van die fakkelgooiers. Ja, en ben benieuwd of dat ze ook allemaal uit Nederland komen. Want er zit ook wel wat antibarps materiaal tussen. Aha. En die hebben ook wel vriendjes van over de grens. En het is een bijzondere samenstelling daar zo op de tribune. Ja. Maar 6. Liefst 6. Dat zijn er niet zoveel. En dat vinden ze zelf 6 hele. Wij willen het wel heel tof daar bij de veiligheidsteam daar zo. Nou. Eigenlijk, het was weer een chaos, zoals ze lopen altijd. Weer achter de feiten aan, want we roepen dit al 15 jaar dat het helemaal compleet uit de klauwen loopt. En we geven ze aan waar het verbeterd moet worden. Je kunt het allemaal zo worden. Zien. Het is helemaal niet onmogelijk. Je moet wat geld uitgeven. En dat doen wij allemaal. Dat doen we alle clubs. Wij hebben ook een van de veiligste uitvakken van Nederland. In de jaren 80. Met de nodige consequenties. Nee, maar alle clubs hebben hun uitvakken verbeterd. Ja, maar ze hebben helemaal geen ene jota aan. Ja. En met dit als consequentie dat je het gewoon niet in de hand hebt. En dat er dus mensen voor... Ja, dit is gewoon levensgevaarlijk, hè?
Je krijgt een fakkel in je gezicht en je bent verbrand voor het leven. Dat hebben wij toen ook meegemaakt bij die vrienden uit Oost die bij ons hier fakkels gooiden naar beneden. Ja. Bij een vak I, waar kinderen zaten en journalisten en zo. Ja, maar dat niet op. Ja, ik heb dat niet alleen. We hebben dus een keer bij Willem II meegemaakt dat er iemand zo'n vlinderbom, zo'n Cobra 6 of zo, in die tijd was het ook zo'n zware bom, was bij iemand in zijn capuchon terechtgekomen. En de maas van ons, die tikt hij net op tijd uit de capuchon. Anders heb je echt... Want anders had hij geen nek meer over, geloof ik. Dat soort dingen gebeuren dus daar. Zonder publiek daar, nog? Ja, ik hoor er helemaal niks over. Als dat niet gebeurt... Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Als dat niet gebeurt, dan hé, hey, we moeten even doorrammelen, jongens. Ja, goed. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ex-nakker Divine, die duikt op in België. Wie kent Divine trouwens nog? Ja, Divine, ons Divine. Ja. En die is heel Denemarken afgegaan. En nu zit hij... zit hij in België. Bij Tubize. In het tweede Belgische niveau. AFC Tubize. Nou, we zullen zien wat hij gaat doen daar. Zit op tweede Belgische niveau. Dus hartstikke fijn. Succes, Divine, in de Belgische kijken. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Jelles Army die is 1000 euro rijker geworden door donatie van NAC-spelers. Ja, inderdaad. Dus, trouwens, moeten we onthouden. Hè? Dus komende zaterdag ook in de rust komt daar op het veld en wordt hij in het zonnetje gezet. En er wordt de opbrengst van heel de... Ja, de tussenopbrengst, de eindopbrengst. Volgens mij moet die loterij loopt nog enigszins, volgens mij. Of loopt aan het einde bij die laatste wedstrijd. Nee, volgens mij kan dat nog wel tot en met morgen of zo. Ja, maar de trekking is 31 september volgens mij van die loterij. Maar daar wordt in ieder geval de grote tussenstand bekendgemaakt. Het is wel bekend dat 10.000 euro heeft opgeleverd. Want volgens mij heeft Chester ook nog eens een keer 15.000 euro aan het potje toegevoegd. De Thijs. Ja, goed toch. Hey, dat was wel mooi. Dat is allemaal zaterdag ook veel te doen, hè, rond die actie in de rust en zo. En daar worden ook van allerlei dingen acties georganiseerd. Ik rammel even door, want we moeten...